Er is slecht nieuws voor de Nederlandse kunstwereld en de wereld. Componist en pianist Laurens van Rooyen is op 88-jarige leeftijd plotseling overleden. Laurens van Rooyen is donderdag overleden in zijn woning in Breukelen. Dat meldt de voorzitter van zijn bestuur, de Stichting Imaginair Landschappen, vrijdag mede namens zijn familie. De organisatie laat in een verklaring weten dat de componist, onverwachts, is overleden. Laurens van Rooyen werd geboren op 27 maart 1935. Hij staat bekend om zijn theatrale samenwerkingen met Herman van Veen. Hij componeerde veel muziekstukken voor piano en schreef muziek voor verschillende Nederlandse films. Hij heeft 2 boeken geschreven over zijn ervaringen als muzikant. Hij werd geboren in Utrecht, Nederland, als oudste zoon van een kruidenier. Na het gymnasium studeerde hij aan het Utrechts Conservatorium, waar hij Herman van Veen ontmoette. Met hem richtte hij in 1966 Harlekijn Muziektheater op. Ze schreven liedjes en traden samen op. In 1976 bracht hij zijn eerste soloalbum uit, Kaleidoscoop. Sindsdien is hij platen blijven publiceren bij verschillende platenmaatschappijen. Eind jaren 70 componeerde hij muziek voor Rembrandt Facet 1669 van Jos Stelling, gevolgd door Een vrouw als Eva, Lieve jongens, 1980 en Een vlucht regenwulpen. In de jaren 90 werkte hij ook mee aan de productie van verschillende Nederlandse films. In 1978 toerde Van Rooyen door Nederland en België, begeleid door muzikanten als gitarist Jan Akkerman. Samen met Louis van Dijk, Tony Eijk, Pim Jacobs, Pieter van Vollenhoven en Daniel Waaienberg. In 1988 richtte hij een groep metgezellen op genaamd De Gevleugelde Vrienden. Zij gaven ruim 45 concerten door heel Nederland. Vanaf de eeuwwisseling speelde Van Rooyen regelmatig piano in kastelen en koetshuizen langs de Vecht. Ook treedt hij op bij speciale gelegenheden zoals jubilea en vieringen. In 2004 kreeg hij de opdracht een compositie te componeren ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van de oprichting van de Dom van Utrecht. Hij toerde ook door de bioscopen met De Verdwenen Minnares, 2005, een musical ter ere van een romance. Samen met Geert Huining componeerde hij dansopera Orfeo. Deze ging in première tijdens de openingsceremonie van het Amsterdam Dance Event 2005. Van Rooyen is auteur van 2 boeken. In 2015 was zijn meest recente. Beethoven is ook een ZZP'er. Van Rooyen overleed.